Ja jongens, het seizoen is begonnen. Althans, het is 2 graden boven nul. Voor ons is het seizoen begonnen, dus ik sta hier nu wel met een dikke marshmallow pak. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan rijden. En waarmee? Nou, 10 jaar nadat de iconische Honda CB600F Hornet van de markt verdween, gaan wij rijden met de nieuwe Hornet. En dit keer geen 4-cilinder in lijn. Nee, een 755cc Parallel Twin zit eronder. En ik moet je wel vertellen, we zijn net begonnen met rijden, maar ik ben nu al onder de indruk. En over indruk gesproken, hij is geel. Nou, in de natuur is dat een redelijke kleur van waarschuwing, gevaar. Of dat ook van toepassing is op deze nieuwe Hornet, ja, ga ik toch even uitzoeken vandaag. En als we dan kijken naar het design van deze motorfiets, als je gewoon door je wimpers heen kijkt, zie je toch nog wel die oude iconische Hornet staan. Ondanks dat deze motorfiets helemaal vanaf de grond af opnieuw opgebouwd is. Maar laten we er eens omheen lopen. Sowieso valt natuurlijk meteen dat geel op. Nou, over smaak valt niet te twisten, maar ik vind het toch, ja, het geeft hem toch best wel een spannend uiterlijk. Aan de achterkant zie je dan ook meteen die 160 achterband. Dat lijkt wat iel, maar goed, in het totaalbeeld geeft het deze Hornet echt wel het gevoel van enorme wendbaarheid, moet ik zeggen. Ja, en dan die kentekenplaathouder. Er zit eigenlijk een heel mooi aluminium deel hier waar die aan vasthangt. In plaats van zo'n lelijk zwart plastic ding. Dus ook over nagedacht. Nou, wat gaten hier voor de stijl. Valbeugels zitten erop voor het blok. Blokbeschermers dus eigenlijk. Heel leuk detail. Eigenlijk dat die Hornet, die ja, hoornaar, hoe noemen wij dat eigenlijk in Nederland? Grote wesp, die zit hier ook op. Mooi detail. Niet te vergeten die CNC gefreesde steps die erop zitten. Aan de voorkant zien we dan meteen, ja, de bediening is eigenlijk veel eenvoudiger als je bijvoorbeeld kijkt naar de Evercutin bijvoorbeeld. Die zit helemaal vol met knoppen. Nou, dat hebben ze hier redelijk mooi opgelost. Het is redelijk clean allemaal. Een kleuren TFT scherm wat erop zit. Zien we ook meteen trouwens die voorvork. 41 mm Showa upside down voorvork. Niet instelbaar overigens. Achterkant alleen de veervoorspanning. Ja, dan wielen, die rimstriping, ja, dat is natuurlijk prachtig om zeker bij dit geel een extra accent te geven. Kijken we wel even naar het stickerwerk wat erop zit. Viel me wel op dat het inderdaad echt stickers zijn. Wat ook weer een voordeel biedt, want als je alles eraf wil halen en deze Hornet helemaal naar je eigen smaak wil maken, kan je er ook weer andere stickers op plakken of helemaal niks. Want zo'n Hornet is natuurlijk wel de ultieme motor om gewoon van jezelf te maken. Ik denk dat er sowieso van de oude serie geen enkele Hornet is die origineel rondrijdt. Honda heeft al een aantal pakketten om hem wat persoonlijker te maken. Het ene pakket heeft wat meer focus op sport, de andere op stijl en de andere op touring. Kortom, een uiterlijk wat er echt vraagt om gereden te worden. We staan hier op de landingsbaan en de startbaan trouwens van vliegveld Soesterberg, waar volgens jou, Pieter, cameraman, hè, ook vroeger Amerikaanse F-18 Hornets landen. Nou, of dat zo is, weten we eigenlijk niet zeker, maar bij deze zetten wij gewoon een Hornet op deze startlandingsbaan. Dus dat is nu een feit. En dat is ook meteen een link naar techniek. Want laten we eens kijken wat er allemaal op en aan en in deze Hornet zit. En dan moeten we natuurlijk beginnen bij dat 755cc Parallel Twin motorblok wat erin zit, wat niet alleen het hart van deze motor is, maar ook meteen de ziel van deze motor, want het loopt natuurlijk heel anders als een 4 in lijn. Het roffelt, ook als je hem aanzet hoor je meteen een soort bam, 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 bam. Dus hartstikke gaaf eigenlijk. En dat bepaalt ook echt wel een beetje inderdaad het karakter van deze motor. Hij levert 92 pk en 75 Nm koppel, wat op zich, nou, natuurlijk niet mega indrukwekkend is, maar op 190 kilo wat deze motor op de weegschaal zet, is dat natuurlijk best aardig. Het is een hele mooie pk-gewichtsverhouding. En ik zei het al in het begin, ik ben onder de indruk van het motorblok en dat ben ik echt werkelijk nog steeds. Want wat draait die mooi en wat heeft die een enorme lineaire kracht. Echt van onderuit tot bovenin blijft die gewoon trekken. Nou, zelfs zo krachtig dat je bijna schakellui kunt rijden op zo'n kleine naked bike. Het is echt heel bijzonder. Je kan trouwens heel snel schakelen en dan ben je echt als een hooligan aan het rijden. Maar het hoeft dus niet. Ja, en als we dat toch over schakelen hebben, je kan snel schakelen, maar je kan nog sneller schakelen met deze Hornet. Want er is ook een quickshifter voor beschikbaar voor €290. Ja, ik zou het wel weten eerlijk gezegd. MUZIEK
Ja, en dan de vering en de demping. Aan de voorkant dus die 41 mm Showa upside down. Ja, die doet het gewoon hartstikke goed. En dat is maar goed ook, want er valt niks aan af te stellen. Aan de achterkant kan je alleen de veervoorspanning afstellen van de demper. En dan heb je het dan ook wel mee gehad. Nou, dan hebben we nog de remmen. Er zitten Nissin remmen onder deze Hornet. Ja, die grijpen gewoon hartstikke goed aan en zijn prima doseerbaar. Dus ook daar is niks mis mee. Ja, en kom ook eens even hier kijken. Nou, het enige wat er aan de gashendel vast zit zijn kabels. Jawel, dit is zogenaamde Engelse throttle by wire. Oftewel, er zit gewoon geen kabel meer aan je gashendel. En daarmee komen we eigenlijk tot de techniek in de motorfiets. Want daar begint het hartstikke leuk te worden. Eerst even de standaard rijsystemen. Uiteraard heeft de Hornet ABS, want het is verplicht. Dus dat zit op iedere motorfiets. Maar daarnaast heeft hij traction control en wheelie control. En dat heb je bij dit blok echt wel nodig, denk ik. Want hij kan wel flink op zijn achterwiel. En dan komen we bij de mappings. Want dankzij dat throttle by wire heb je natuurlijk allerlei rijmodi in deze motorfiets. Hij heeft er vier en op zich spreken de namen voor zich. Hij heeft een sportinstelling, een standaard, een rain voor de leuke Nederlandse regenachtige omstandigheden en een user. En met de user setting kun je de kracht van het motorblok een beetje beteugelen. De motorrem kan je afstellen bij deze en de traction control. Nou, je kunt ook nog een aantal verschillende displays kiezen op het scherm. En je kunt de Honda RoadSync app downloaden om te pairen met deze motorfiets. En dan kan je bijvoorbeeld ook je navigatie op het scherm tonen. Nou, al met al dus best wel een goede uitrusting op deze Hornet. Vooral natuurlijk technisch. En je kan natuurlijk altijd wat miepen over verbeterde Eulens vering en demping eronder of Brembo remmen. Maar daar heeft Honda juist bewust niet voor gekozen bij deze Hornet. Ze wilden een goede prijs-kwaliteitsverhouding, een toegankelijke motorfiets. Hij kost €8.999, dus dat is best wel scherp geprijsd. Kortom, een ongelooflijk potent motorblok. Een super wendbare motorfiets en ook nog eens een keer een lekker geluid vanuit die standaard uitlaat, moet ik al wel zeggen. Echt een motorfiets die je zin geeft om te rijden. En dat moet een motorfiets natuurlijk ook doen. Hij moet je echt zin geven om te rijden. Zelfs al ken je je motorfiets goed, moet hij nog steeds een glimlach op je gezicht toveren als je toch dat gas weer opengooit en lekker gaat accelereren. En dat doet deze Hornet. Dus Mission Control, is de missie van Honda geslaagd met deze Hornet? Ik denk het wel. Zo, en nou nog even permissie vragen om op te stijgen, maar ik denk dat het wel lukt.